Het is inmiddels weer oktober. Dat betekent dat de herfst officieel ook is begonnen. Ik merk er vrij weinig van. Het is vandaag een hele zonnige dag en boven de 20 graden. Maar dat mag de pret niet drukken. De herfst is een van mijn lievelingsseizoenen. Met name omdat ik dan extra veel zin heb om te lezen. En vandaag ga ik je laten zien welke boeken ik in de maand oktober wil gaan lezen. Ik heb er 5 verzameld. En het is een mooie lijst als ik het zelf mag zeggen. Het eerste boek heb ik hier al klaar liggen en dat is De Donkere Kroon van Sarah J. Maas. En dit is de limited edition en hij is helaas wel beschadigd. Dat is een beetje jammer. Dit is deel 2 in de serie en ik heb hem laatst meegenomen in mijn tas naar werk. Toen heb ik het papiertje er al van afgehaald omdat ik hem wilde beschermen, maar mijn waterflesje had gelekt. En nu hebben we deze situatie. Maar goed, aan de bovenkant is die heel erg mooi. En het gaat uiteindelijk om de inhoud, zo moet ik maar denken. De Donkere Kroon is dus deel 2 in de Glazen Troon serie. Ik ga er niet te veel over loslaten, want dan weet je meteen hoe boek 1 is geëindigd. Mocht je nou de boeken willen lezen, dan is dat ook niet zo heel erg handig. Ik kan in ieder geval zeggen dat alle boeken van Sarah J. Maas echt supergoed zijn. En van dit boek geniet ik echt heel erg. Ik wil hem zo snel mogelijk gaan uitlezen. Ik was er dus al in begonnen, maar ik was nog niet zo heel erg ver. Ik was op pagina 150, dus ik wil hem in oktober heel graag uitlezen, omdat hij anders heel lang op mijn leeslijst staat. Maar ik ben in ieder geval super blij mee dat ik hem in mijn boekenkast heb staan en dat mijn limited edition stapel inmiddels ook aan het uitbreiden is. En wat ik dus zo leuk vind, is dat elke limited edition dus dit soort details heeft. En het boek ziet er gewoon echt super mooi uit. En ik vind die spray edges echt geweldig. Een beetje jammer van mijn eigen onhandige actie. Maar whatever. Dan heb ik hier zo 2 boeken uit de Before the Coffee Gets Cold serie. Namelijk Before Your Memory Fades en Before We Say Goodbye. Dit is deel 3 en dit is deel 4. Ik was al begonnen aan deel 3. Daar ging de boekenlegger. Ik was op pagina 40 en ik was met het eerste verhaal bezig. En net zoals de andere boeken uit de Before the Coffee Gets Cold serie, bestaan deze boeken uit korte verhalen. En draait het vooral om het café waar het zich afspeelt en de mensen die in het café werken. En dat vind ik er ook zo leuk aan. Ik heb het al vaker over deze boeken gehad. Dit speelt zich dus af in een café in Tokio waar je terug kunt reizen in de tijd. Maar niet de toekomst kunt veranderen. Dus je kan bijvoorbeeld daarheen gaan om afsluiting te krijgen. Of nog dat ene ding te zeggen wat je al die tijd had willen zeggen tegen iemand. En het zijn gewoon echt hele originele verhalen als je het mij vraagt. Ik ben nog nooit in Tokio geweest. Ik wil er wel graag een keer naartoe. En door deze boeken denk ik alleen maar, ik wil echt heel graag er naartoe. Ik ben heel blij trouwens met deze. Het is echt een prachtig omslag. Lekker roze. Het glimt, een kat erop. Ja, dit is echt helemaal mijn ding. Daar ben ik heel blij mee. Maar ik ga eerst deel 3 uitlezen en dan deel 4. Ze zijn trouwens ook niet zo heel erg dik. Vooral deel 4 is echt maar 150 pagina's. Dus that's it. En dan heb ik hier een boek dat ook Engels is. Net zoals die andere boeken die ik je net heb laten zien. Dat had ik er niet bij gezegd, maar dat zijn Engelse boeken. Dit boek is dus ook Engels. Dit is These Hollow Vows van Lexi Ryan. Deze heb ik gekocht voor 7 euro. En het lijkt me een heel leuk boek. Ik weet er nog heel weinig van. Ik weet in ieder geval dat het een fantasyboek is. En ik heb van meerdere booktubers gehoord dat het heel leuk is om deze serie te lezen. Ik lees op de achterkant van het boek dat het onder andere over vee gaat en over Unseelies. Dat zijn wezens waar ik ook al eerder over heb gelezen in andere boeken. Bijvoorbeeld in de boeken van Holly Black of in de boeken van Sarah J. Maas. Op de achterkant van het boek staat ook dat het gaat om Bree. En Bree zou alles doen voordat ze een deal zou maken met de vee. Dood is zelfs beter dan in zee gaan met de vee. Maar wanneer haar zus wordt gevangen genomen bij de sadistische koning van de Unseelies, breekt Bree haar eigen regels en gaat ze in zee met de vee. Ze accepteert een quest. Bree moet 3 magische dingen stelen van de Seelie Court en dan krijgt ze haar zus terug. En de enige manier om dat te doen is om te doen alsof ze een potentiële bruid is van de Seelie prins Ronan. Klinkt heel spannend. Ik denk dat dit wel een boek is waar ik heel vrolijk van word. Dat zijn van die fantasy boeken waar je echt doorheen vliegt. Ik probeer echt om maandelijks in ieder geval 2 boeken te lezen in het Engels. En deze maand zijn het er dan 3. Omdat ik het gewoon heel leuk vind om mijn Engels op te krikken. Maar ik vind het ook heel fijn dat ik boeken kan lezen die nog niet vertaald zijn naar het Nederlands. Want ik merk dat er dus best veel boeken worden aangeraden op TikTok, maar ook door booktubers. Die dus gewoon niet verkrijgbaar zijn in het Nederlands. En dat vind ik echt super jammer. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld het boek Unhoneymooners van Christina Lauren.
Dat boek wil ik echt al, nou ja, ik denk sinds 2020 lezen. Ik weet niet precies, 2021. Ik heb hem een lange tijd geleden voorbij zien komen op TikTok in zo'n hele toffe video waarin iemand deed alsof dat verhaal haar situatie was. En sindsdien wil ik het lezen, maar ik kan hem gewoon... Ik wacht tot hij in het Nederlands verschijnt en hij komt maar niet. Dus dan moet je maar het heft in eigen handen nemen en het boek in het Engels lezen. En dat geldt ook voor dit boek. En dan heb ik hier een boek dat ik lang, lang geleden van een uitgever opgestuurd heb gekregen. En dat is dit boek, Dochter van de Vuurhoeder van Angeline Bouly. Als je me al wat langer volgt, dan weet je wellicht al dat ik het al vaker over dit boek heb gehad. Ik wil dit boek nog één kans geven. En als ik hem in oktober nou echt niet lees, dan ga ik hem gewoon aan iemand anders geven. Het verhaal gaat over een meisje dat undercover gaat om corruptie in haar gemeenschap aan de kaak te stellen. En het gaat om de 18-jarige Danis Fontaine. En zij heeft zich door haar gemengde afkomst altijd een buitenstaander gevoeld. Zowel in haar geboortestad als in het nabijgelegen Ojibwe-reservaat. Ze droomt ervan om geneeskunde te studeren, maar ze heeft haar toekomst op pauze gezet om voor haar moeder te zorgen. Het enige lichtpuntje is de ontmoeting met Jamie, de charmante nieuwe speler in het hockeyteam van haar broer Levi. Hoewel Danis als een blok voor hem valt, krijgt ze het gevoel dat hij iets verbergt. Alles komt aan het licht wanneer Danis getuige is van een schokkende moord, waardoor ze verzeild raakt in een geheime FBI-operatie. Bij tegenzin stemt ze ermee in om undercover te gaan. Ze raakt verwikkeld in een web van verraad en zal zich een sterke Ojibwe-vrouw moeten tonen om degene van wie ze houdt te beschermen. Wat ik dus heel bijzonder vind is dat dit gaat over een bepaalde gemeenschap die ook echt in Michigan leeft. De Ojibwe-gemeenschap. Dus er zitten waarschijnlijk waargebeurde aspecten in. En daar ben ik dus wel heel erg benieuwd naar. Maar wat ik al zei, als ik hem niet in oktober heb gelezen, dan ga ik hem gewoon doneren op het werk of iets. En ik weet zeker dat ik iemand er wel blij mee kan maken als ik hem zelf niet ga lezen. Maar ik ga hem wel een kans geven. Dat betekent dus dat ik deze maand 5 boeken probeer te lezen. 5 fysieke boeken. Ik heb eigenlijk altijd mijn e-reader bij me als ik in het openbaar vervoer reis. Of als ik naar het werk ga. Of nou ja, eigenlijk op ieder moment is die e-reader in mijn tas. Dus ik weet eigenlijk wel zeker dat het niet bij deze 5 boeken blijft. Maar dat er nog veel meer boeken bij zullen komen. Zeker omdat ik nog aardig wat boeken heb opgestart op mijn e-reader die ik ook wil uitlezen. Maar ik vind het wel fijn om een beetje een richtlijn te hebben van de boeken die ik deze maand ga lezen. En ja, dit helpt daar dus bij. Ik ben ook heel erg benieuwd welke boeken jij deze maand wil gaan lezen. Laat het vooral even weten door een reactie achter te laten. Ik wil je bedanken voor het kijken en je ziet me snel weer. Doei doei!